De klant is ook enorm aan het veranderen. Dus we zullen met nadruk veel meer die klant moeten betrekken, die eindgebruiker moeten betrekken, van wat wil hij nou eigenlijk? Vandaag heeft Paulino natuurlijk een spiegel volgehouden. En die spiegel is dat zij zich niet gekend voelt en herkend voelt als de eindgebruiker. Wat het ook voor de hele branche moet betekenen, is dat we continu redeneren vanuit wat we moeten leveren voor die uiteindelijke uitgebruiker. De oplossingen bieden die zij wenst. Dat betekent dat uiteindelijk in de toekomst meer de mensen vertrouwen te zetten op het punt van de eindgebruiker. En uiteindelijk doen we het voor de mens. De mens voorop, het thema voor 2018. De mensen die de techniek maken en de mensen die de gebouwen maken met elkaar, daar moeten we misschien ook wat meer aandacht hebben voor de mens voorop. We staan voor enorme uitdagingen, maar ik denk dat wij die aankunnen. Als ik kijk naar de bouw- en installatiebranche, dan denk ik dat wij de sleutel in handen hebben van heel veel oplossingen voor grote maatschappelijke thema's die er zijn. Wij zullen samen moeten werken en kennis moeten overdragen. Je kunt alleen samen kun je iets bereiken. En als eentje gaan we er niet komen. TVVL, dat is voor mij een vereniging waar mensen en techniek samenkomen. TVVL is voor mij verbinding van elkaar, van mens, van bedrijf. Dat is voor mij een ontmoetingsplek waar ik beroepsgenoten spreek en ontmoet. Is voor mij het platform binnen Nederland om kennis te delen onder techneuten, waarbij de mens centraal staat.